Ik ben een ras-echte Perenaar, geboren en getogen. Ik ben er gestart toen ik 8 jaar was, of 6 jaar denk ik zelfs, met de notenleer. En dan bij Willy Fransen in het orkest gekomen en altijd blijven daarvan genieten en een hele vriendenklik opgebouwd. En ik denk tot 18 jaar heel intensief op de repetities, dan ben ik muziek gaan studeren. Dus dan werd het iets moeilijker om er altijd te zijn en begon ik ook zelf te dirigeren en kon ik mijn eigen orkesten beginnen uitkiezen. En dan ben ik later ook ingeschoven bij de jeugd van de Koninklijke Harmonie van Peer. Daar ben ik ook een 5 of 6 jaar dirigent geweest. We hebben heel veel fijne wedstrijden gedaan, een heel mooi niveau met die jeugd opgebouwd. En zo ben ik na Ivan Meilemans doorgegroeid naar het groot orkest. Het keuzewerk is van mijn eigen hand, is een eigen compositie. Where Angels Fly is plichtwerk geweest voor het Europees Brassband Kampioenschap. Maar het is ook een opdracht geweest voor een Spaans orkest die daar vorig jaar in Valencia, in het Certamen, een première van gespeeld hebben. Dus die wilden een windband versie van dit werk. En ik was ook aanwezig in Spanje en ik vond wel dat het werkte. Dus hebben we ook met ons team bekeken van welke keuzewerken wij gingen nemen. En daar is dit ook gevallen en we hebben er alles aan gedaan om dat zo goed mogelijk te spelen. Het is waanzinnig moeilijk. Wat mij het meest opvalt is die techniciteit die men opzoekt om te bewijzen hoe goed dat men is, hoe vlug men kan spelen, hoe luid soms ook dat men kan spelen, wat niet altijd nodig is. Een harmonieorkest kan ook een heel mooie balans hebben zonder te overdrijven, zonder dat men de oren moet dichtknijpen, omdat de decibels toch een beetje in het rood gaan. Dat was de algemene opmerking ook van de collega's, dat het meer toegespitst was op het technische, het ritmische, dus de moeilijkheidsgraad opzoeken om te proberen de jury te beïnvloeden. En als we dat alle 5 gedaan hebben, dan wordt het criterium weer gelijk voor iedereen. Dus ik denk dat we de goede keuze gemaakt hebben.
Thank you.
Thank you.